Wat ben je nu aan het doen? Je gaat de neushoorn insmeren met modder, met leem. Maar zoals je kan zien, daar zo. Bijna. En dit droogt dan helemaal op? Waarom hebben neushoorns een hoorn? Hey, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Ik ben Carlijn en ik ga in deze video weer een dierenvraag beantwoorden van een van jullie. Dit keer heb ik een vraag gehad van Lissy over hele grote grijze dieren. En dan bedoel ik niet die olifant achter mij, maar een ander groot grijs dier. Kijk jij maar even mee. Lieve Carlijn, waarom heeft de neushoorn eigenlijk een hoorn op zijn neus? Oeh, waarom de neushoorn een hoorn heeft? Dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb afgesproken met Feliek en ik ga even een kijkje nemen bij de neushoorns. Heb jij trouwens nog een vraag? Stel die hieronder in de comments. En wie weet ga ik de volgende keer naar jouw dieren toe. Dus hieronderin, op naar Feliek. Ik heb met Feliek bij de neushoornstal afgesproken. Dus mag ik even heel stiekem hier over het spoorlijntje lopen. En ik zie daar al Feliek staan. Feliek, goedemorgen. Wat is het vroeg? Ja, sorry. Hoe laat beginnen altijd de dierverzorgers? Eigenlijk 7:45. Ja, het is nu ongeveer kwart over acht. Dus, ik vind het maar vroeg. Ja, ik heb heel veel leuke vragen gekregen over neushoorns. En jij bent natuurlijk een van de verzorgers. Ja. Waar zijn de neushoorns nu? Die staan nog lekker binnen. Zullen we een kijkje gaan nemen? Oh ja, ik ben wel even benieuwd. Oh, wat leuk. Staan ze hier altijd 's ochtends binnen? Ja, ze hebben het eigenlijk altijd al door als wij hier een beetje aankomen lopen. Helemaal met de blaadjes en zo. Het werk zal wel dat wij er zijn. En ze hebben gewoon een beetje honger. Dus, Oké. En ik zie hier 1 en volgens mij 2. Oh, die staat daar stiekem achter de palen verscholen. Maar we hebben 2 neushoorns, toch? Ja, klopt. Poeri en Tabos zijn allebei 6 jaar. En het zijn 2 mannen? Ja. Oké. 2 jonge mannen. Want Jesse die vroeg zich al af, hoe heet eigenlijk een mannetjesneushoorn? Dat is net zoals bij de olifanten, een stier. Oké. Mannetjesneushoorns heet het boek. Een koe en een stier. Dus wij hebben hier 2 stieren staan. Ze staan hier zeker op iets te wachten, of niet? Ja, wel een beetje. Dat heb ik al klaargezet voor ze. Ze krijgen elke dag erop. 2 keer op een dag. En 's ochtends krijgen ze allebei. Zijn het speciale neushoornbrokjes? Ja. Nou ja, het zijn brouwzoekbrokjes. Dus daar zitten best wel veel planten in. En eigenlijk hetgeen wat ze in de natuur ook een beetje eten. Om het hiermee op. Lekker. Nou, ze hebben wel zin in een ontbijt. Ja. Nou, de neushoorns die staan lekker van een ontbijt te genieten. Ja. Ik ben wel heel blij dat ik mijn laars aan heb getrokken, Feliek, want... Het is aardig door de kuilen en de modder heen banjeren. Ja, het is niet een heel stevig werk, nee. Nee, je moet wel flinke spierballen hebben als dierverzorger. Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan ze zo eerst even het paddock schoonmaken. En dan geven ze meteen even eten. Zoals je ziet, het is verspreid over het paddock. Er zijn een aantal voerplekken. En die maken we eerst even schoon. Oké. Ik zou zeggen, succes, Feliek. Ja. Wat een grote voetstap. Zie ik het goed dat ze 3 tenen hebben? Ja, klopt. Oh, daar 1, 2, 3 tenen. Wat ben je nu aan het doen? Ik ben de verrijking aan het vullen voor de neushoorns. Verrijking? Ja. Ja, dat woord heb ik wel vaker gehoord. Wat is dat ook alweer precies? Dat is eigenlijk een soort speeltje voor ze, zodat ze lekker bezig kunnen zijn. En wat ben je er nu in aan het stoppen? Een soort van worteltjes lijkt het hier vanaf een afstand. Ja, dit zijn verrijkingskoekjes. Krijgen de neus of de olifanten ook. Ja, daar doen ze eigenlijk alles voor. Dus eigenlijk zijn dit gewoon dierenkoekjes? Ja, eigenlijk wel. En de neushoorns moeten hier dan rondjes aan meedraaien en dan valt het eruit of zo? Ja, voor ons is het best wel zwaar. Maar een neushoorn is natuurlijk veel sterker dan wij zijn. Dus die beuken hier gewoon zwaar tegenaan en dan vallen er vanzelf koekjes uit. Dan komt er gewoon een beloning. Je zei dat je nog een leuk klusje voor me had, toch? Ja, zeker. En dat is de mest opruimen. Ja, dat is niet zo weinig als bij een zebra of zo. Het is een beetje vergelijkbaar met een olifant. Dat ligt hier op 1 grote berg? Ja. Oh, want ze poepen altijd op 1 grote hoop? Ja, ze zijn eigenlijk heel zindelijk. Oké. Ja, en waarom doen ze dat? Ja, dat is eigenlijk om hun territorium een beetje schoon te houden. Oh, dus ze hebben dan gewoon een eigen gebiedje en doen ze op 1 plek doen ze allemaal poepen? Ja. Voor jou als neushoorn verzorgen wel lekker makkelijk. Zeker.
wel een beetje op neushoornpoep, hè? Ja, op olifantpoep. Ja. Het is neushoornpoep. Ja. Eten ze dan ook ongeveer hetzelfde? Ja, je kan het best wel vergelijken met olifantenmest, inderdaad. Ik vind het helemaal mooi. Oké, top. Nou, en dan natuurlijk met de kruiwagen. Ja, dan mag je door dit hele modderige stuk naar het hek. Hoe kom je het heuvels, joh? Met heel veel gas. Heel veel gas. Bijna. Ja! Ja. Ze nemen wel allebei hun eigen weg. Ja. Jee. Dat was echt de stroomkoekjes. Hey, Philique, ik heb heel veel vragen voornamelijk gekregen over natuurlijk de horen. Daar wilden heel veel kinderen wat van weten. En we waren hier voor de vraag van Lissy. En Lissy vroeg zich af, waarom hebben neushoorns een hoorn? Nou, dat is eigenlijk, heeft één hele belangrijke reden. En dat is eigenlijk ter verdediging. Daarmee kunnen ze heel goed van zich afbeuken. En ook, het zijn territoriale dieren. Dus ze leven voornamelijk solitair in een gebied. Dus in hun eentje. En helemaal als mannetjes een andere man tegenkomen, dan moeten ze natuurlijk wel van zich afbeuken. Ah, en daarvoor hebben ze dan die horen, om zichzelf te verdedigen. Ja. Want de mannen en de vrouwen hebben horens, toch? Ja, klopt. Oké. Want Feline die vroeg zich ook af, waarom hebben ze dan drie horens op hun neus? Nou, dat kunnen we even tellen. Want als je goed kijkt, ik zie er zelf maar één. Ja, het is maar eentje. Ja. Maar er zijn ook neushoorns met meerdere horens, toch? Ja. Klopt, de Afrikaanse neushoorns, die hebben twee horens. Want waar is die hoorn van gemaakt? Want je zei volgens mij net, vertelde je al iets over biotine. Ja, dat is het stofje wat ze nodig hebben ervoor om het sterker te maken. Maar het is gemaakt uit keratine. En dat is hetzelfde als je haar en je nagels. Oh, dus eigenlijk is die hele sterke hoorn gewoon gemaakt van hetzelfde materiaal als onze nagels? Ja, het zijn allemaal kleine strengetjes van eigenlijk nagelmateriaal. Oh, en die allemaal op elkaar geplakt en dan heb je een hoorn. Ja. Ik had nog één vraag van Fonke en Nienke en die hadden een filmpje gestuurd. Hallo dierenvraag. Hoe zwaar is neushoorn? En wat eet de neushoorns? Dag! Zij vroegen zich af, hoe zwaar kan een neushoorn worden en wat eten zij? Een neushoorn kan tussen de 1800 en de 2500 kilo worden. Zo. Dus dat is echt heel zwaar. Ze eten inderdaad voornamelijk ruwvoer. Dus hier in de dierentuin krijgen ze hooi. En in het wild eten ze blaadjes, gras. Eigenlijk heel gevarieerd. En die blaadjes plukken ze natuurlijk helemaal met de lippen van de boom. Ja. Oh, toch de bal. Ik doe altijd een challenge in mijn video. Ja. Neushoorns zijn dus heel erg goed met plukken met hun lippen. Ja. Kan jij een beetje koek happen? Ik heb het al heel lang niet meer gedaan, maar ik wil best de uitdaging aangaan. Oké, nou laten we zien wie de beste kan koek happen als een neushoorn. Ik ben benieuwd. Ik ben heel benieuwd. De koekjes hangen. Ja, je ziet het niet zo goed op de camera, maar we hebben een heel lang touw met twee ontbijtkoekjes. Oké, wel met je handen op je rug, hè? Oh ja. 3, 2, 1. Volgende. Nee! Ik heb hem op! Nee! Ik kreeg gewoon die ontbijtkoek niet weg. Ik zou jullie even dichtbij pakken. Want Philique heeft wel echt serieus goede happen genomen. Ja, eten hè. Dat is toch een beetje mijn. Nou.
Ik heb maar hele kleine hapjes. Jij hebt echt al, je hebt een heel groot stuk op. Ik dacht eerst dat hij eraf viel. Dus... Nou, je hebt het netjes gedaan. Oké, gefeliciteerd, Feliek. Nou, volgens mij gaan we nog iets heel erg leuks doen, hè? Absoluut. Want ik vind wel dat ik een beloning nu krijg omdat ik zo goed mijn best heb gedaan tijdens de challenge. Ja. Maar wat gaan we doen? We gaan de neushoorn lemen. Lemen? Ja. Wat betekent dat en waarom gaan we dat doen? Een neushoorn heeft een best wel hele kwetsbare huid. En daarom proberen wij ze eigenlijk elke 2 keer in de week ongeveer in te lemen. En dat is eigenlijk een soort modder. Ja, leem heet het. En dat smeer je op de huid en daardoor wordt het lekker soepel en ook wondjes die genezen dan wat sneller. Dus het is een soort body lotion, maar dan voor neushoorns? Ja, eigenlijk wel. Oké, dus je gaat de neushoorn insmeren met modder, met leem. Ja, en jij ook. Dus je krijgt lekkere pisanden. Lekker. En wie gaan we inlemen? We gaan Puri inlemen. Oké, en die komt dan hier achter bij jou, hè? Op een trainingsplatje. Oké. Je kan hier goed die puntige lip zien, hè? Ja, mooi, hè? En dan zie je echt dat hij ermee... mooi pakt. Het koekje echt beet pakt. Eén plakje reserve. En dan heeft hij ook heel even wat te doen als wij de andere in gaan lemen. Ja. Ga jij het maar eens even voordoen. Nou, hij wordt er wel een stuk knapper op. En dit droogt dan helemaal op? Ja. En dan wordt dat een soort extra laagje over zijn huid heen? Ja, dan krijgen ze eigenlijk zo'n mooie witte kleur als dat hij de rest van zijn huid heeft. Oh ja. Ja, mag je het laten zien, Carlijn? Het is vooral koud. Het wordt vanzelf warm als het op de huid ligt. Was Puri, toch? Ja. Oh, er zit ook scrub in met steentjes. Ja. Lekker. Het is net als een dagje naar de spa. Eigenlijk. Maar het is inderdaad, de huid is heel hard. Ja. En ook allemaal bulten erop. Het ziet er helemaal gladde uit. Nee, en als je straks richting de billen komt, daar zitten heel veel bulten. Ja. Oh, ja. Nou, ik vind dat je het wel goed doet, hoor. Ja? Ja. Vindt hij het lekker? Hoe kunnen we het zien of hij het lekker vindt? Soms, als je een bepaald plekje aanraakt, dan kan hij in één keer denken, oh wat fijn. Net zoals een hond ook wel eens dan met zijn pootje kan gaan trappelen, zeg maar. Dan is het het juiste plekje ook. Ja. En daar zie je ook echt dat het echt grote bulten zijn die er... Ja, hier al helemaal inderdaad. Ja. Hij heeft wel maar een klein staartje. Ja, dat klopt. Bijna gaan ook aan zijn staart. Zijn staartje pas weer echt precies zo tussen zijn billen. Ja. Die tandjes, dat zij eigenlijk hele grote hoeftanden hebben. Nou, nu zijn die van Puri nog niet zo heel geweldig groot. Maar zo, als je kan zien, daar zo. Die twee kleine puntjes. Ja, dat moet uiteindelijk hele grote hoeftanden worden. Ooit. Ja, dus dit gaat nog even groeien. Ik vind hem wel echt een stuk knapper zo. Ja, toch? Ja. Nou, nu hebben we een soort voorbeeld en nabeeld. Nou, we kwamen hier voor de vraag van Lizzie. En de vraag was, waarom hebben neus een hoorn? En het antwoord is... Ter verdediging. Ja. Nou, om mee te vechten. Heel makkelijk. Heel simpel. Heel handig zo'n hoorn op je neus. Ja. Vond je dit nou een hele leuke video? Doe dan je duimpje omhoog. Heb jij nog een vraag waar je denkt, ik wil je meer weten over de brilberen of over de mini-ezels? Ja. Zet hem hieronder in de comments en misschien ga ik een keer langs deze dieren. En abonneer je op het Dierenpark Amersfoort kanaal als je geen één video wil missen. Feliek, dankjewel voor het kijken bij Neushoorns. Ja. En ik hoop jou de volgende keer te zien. Doei! Doei.